Vandaag spelen wij Minecraft. Alleen spelen wij Minecraft, maar op één blok. Dit is namelijk One Block. En zoals je hier kan zien, sta ik dus daadwerkelijk maar op één blok. En is er verder helemaal niks. Totdat ik dit blokje hak. Want als ik dit blokje hak, komt er zoals je kan zien weer een heel nieuw blokje. En die kan ik vervolgens ernaast zetten. En nu heb ik geen één blokje meer, maar twee blokjes om op te leven. Wij moeten ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk blokjes weten te verzamelen. En uit dit middelste blok komen superveel verschillende blokken. Zo kunnen we er zelfs diamonds uitkrijgen. Maar er kunnen ook creepers uitkomen. Waarom moeten die creepers altijd mij hebben? Klik op dat duimpje omhoog, wil je meer One Block zien? En klik ook op die abonneerknop hier beneden. Ik heb trouwens ook een schep. En met deze schep kunnen we nog sneller het middelste blokje gaan hakken. Ik heb er weer een blokje dirt uitgekregen. Oh! Zo, ik schrik me dood. Ineens staat er hier een varken. Kunnen hoe lief dit varkentje me ook aan zitten kijken? Hallo meneer het varkentje. Oh my god, hij is zo schattig. Het is ook super leuk, want zelf kunnen jullie ook op deze wereld spelen. Of vul je namelijk dit Minecraft IP in, kan je ook deze server joinen. En hey, wie weet kan je dan ook wel met mij spelen. Ik vind het alleen super jammer. Volgens mij hebben we geen plek meer voor het varkentje. En hij zit me zo schattig aan te kijken. Van, kom op, gooi me niet naar beneden. Oké, meneer het varkentje, weet je wat? Ik ga voor jou een plekje maken, maar je moet heel even hier komen. Kom, loop even door. Vriend, hoe ga ik jou redden? Dit wordt een hele taak. Hij staat namelijk echt op het randje. Ik heb ook geen worteltjes. Heb ik worteltjes? Nee, ik heb geen worteltjes. Meneer het varken, kom op. Werk nou mee. Oh, nee, varken. Nee, varken. Oh, ik ga er bijna zelf vanaf. Varken, kom hier, alsjeblieft. Ik wil niet dat je doodgaat. Hij is zo schattig aan te kijken. Ik kan je niet dood laten gaan. Kom hier, alsjeblieft. Varkentje, loop door. Oké, ik moet hem duwen. Ik moet hem hier naartoe proberen te duwen. Ik wil hem er niet afduwen. Ik ga hier achterlangs. Nee. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Kom op, varkentje. Kom op. Ga de hoek om. Ga de hoek om. Nee! Meneer, het varken is dood. Oh, nee, top. We moeten er verder gaan hakken. Ik krijg hier namelijk nog veel meer dirt uit. En dat... Oh, en we hebben hout gekregen. Oh my god, het eerste stukje hout is een feit, dames en heren. Hoppakee. Dit is helemaal super. Wij moeten dus zoveel mogelijk dingetjes hier gaan hakken. En weer een stuk hout. Oké, dit wordt super. Van dat hout kunnen wij namelijk een huis bouwen. Kunnen we weer een sapling... Nee, dat kunnen we niet hakken. Ik heb alleen nog maar een houten pickaxe. Waarom geven ze me dan nul iron? Dit is dus gewoon echt een waste of het blokje. Want ik kan het niet oppakken. Dit kan ik wel oppakken. En... Oh, een kist! Oh, moeten we deze... Nee, die kist kunnen we openmaken. Oh, wat? Hier zit een Lieten. Als we die nou eerder hadden gekregen, hadden we het varken kunnen redden. Ook heb ik hier wat leer gekregen. Ik heb een bloemetje gekregen. Nog een bloemetje en nog een bloemetje. Wat zijn ze aardig voor me. Ik krijg gewoon allemaal bloemetjes. Nou, de kist hakken we ook weer om. Kunnen we die meekrijgen? Inderdaad, dat kan. En we hebben hier nog een steentje. En met deze dingen kunnen wij dus van ons eiland een heel mooi eiland gaan maken. Kijk, oh, we hebben zelfs darkwood. Dat is heel mooi hout wat we kunnen gebruiken in ons eilandje. En weer een kist! Laten we kijken wat er in deze kist gaat zitten. Oh, allemaal ladders hebben we gekregen. We hebben veren gekregen. Ik heb een sugarcane gekregen. En nog meer bloemetjes. Laten we gewoon sowieso één bloemetje alvast neerzetten. Kijk dan hoe leuk dat er gelijk al uitziet. Nee, waarom krijgen we nou weer iron? Ik kan dit nog niet hakken. Ik heb geen stenen pickaxe ervoor. Dat dirt is altijd wel handig. Met dat dirt kunnen we namelijk ons eiland heel erg gaan uitbreiden. Hopelijk krijgen we hier een sapling uit. Nee, we krijgen er geen sapling uit. We hebben namelijk ook echt saplings nodig om nieuwe bomen natuurlijk te kunnen laten groeien. Want uiteindelijk moeten we gewoon een heel vliegend eiland hiervan maken. Met bomen en al dat soort dingetjes. En natuurlijk ook een farmpje, diertjes. We hebben gewoon alles nodig. Daar komt het op neer. Hé, wat is dit dan? Oh, dit is dat mushroomgras. Alleen kunnen we daar niet zoveel mee, want we moeten het gewoon omhakken en dan is het dirt. Cool, oké, dat is top. Dat kunnen we wel hakken. Dan hebben we tenminste iets van ores wat we al gelijk kunnen hakken. We hebben nog een stukje steen. Dat is ook helemaal super. Dat kunnen we gebruiken om straks een pickaxe te maken. Ik denk nu ook wel dat we wel genoeg materials hebben. Of genoeg materialen hebben. Om ons eilandje een klein beetje uit te breiden. Hoppakee. En hier midden is dus het speciale blok. Dat kan je zien door dit groene spul dat er vanaf komt. Maar ik heb ook al wel wat hout. En ik wil eigenlijk een huisje gaan bouwen. Alleen moeten we ons eilandje dan nog net een klein beetje meer uitbreiden. We mogen hier ook niet naar beneden vallen. Want dan gaan we dood. Oh nee, het wordt nacht. Oké, dat is foute boel. Ik zie de maan al opkomen. We hebben wel hout, dus we zouden sticks kunnen maken om een torch te maken. Oh, dat werkt niet zo. Nee, dat is heel dom. Oké, even kijken. Hoppakee, dan hebben we zo sticks. Dan zetten we de sticks daar. Zetten we die daar. Ja, we hebben gewoon wat gemaakt. Ik heb torches gemaakt. Let's go. We hebben gewoon een verlicht eilandje nu. Ik heb eigenlijk nog één blokje dirt nodig. Hoppakee, dankjewel. Blokje dirt. Dit gooi ik er gewoon ook allemaal in. En dan hebben we al 26 houten planken. En hier wil ik dus ergens gewoon een
een klein schattig huisje bouwen. Ik denk alleen wel dat we nog ietsje meer dirt nodig hebben. En we krijgen nu allemaal steen. Dat is ook super handig. Maar ik heb dirt nodig nu. Alright, we hebben nog 3 stukjes dirt erbij. Laten we die gewoon hier neerzetten. Oh, ik plaats het nog mis ook. Maar hier kunnen we dan een heel klein schattig huisje op gaan bouwen. Dus dat ga ik gewoon letterlijk hier zo. Wat zou ik doen? Zou ik het met steen? Nou, ik ga het nog niet eens mooi maken, denk ik. Ofwel, nee, dat kan nog niet. We hebben er veel te weinig ruimte voor. Maar we gaan hier gewoon een kleine deur maken. Zo. Oh, dat is veel te hoog. Hoppakee. Oh, dit gaat zo'n minuscuul huisje worden. Laten we dan hier een soort van raampjes maken. Ik weet niet of we ook zand kunnen krijgen uit dat one block. Maar daarmee zouden we dan uiteindelijk ramen kunnen maken natuurlijk. Zo, dan doen we dat daar. Doen we dat daar, dat daar. En dan moeten we nog iets van een dak hebben. Laten we ook sowieso een crafting table maken. Dat is één ding wat we sowieso nodig hebben. En weet je wat? Ik ga dat niet maken met dit hout. Ik ga het maken met dit hout, die crafting table. Dit wordt zo'n top huisje. Oké, laten we gewoon de crafting table... Oh nee, mijn blokje dirt! Oh my god, die moeten we allemaal sparen nu. Maar laten we gewoon hier een crafting table... Of een... wat wou ik nou maken? Oh ja, een deur. Een deur heb ik nodig. We hebben de crafting table nu netjes in de grond gelegd. Oh, wat heb ik gekregen? Oh, ik heb een deur gekregen. Laten we nou ook gewoon van dit hout de vloer maken zo. En laten we dan hier... Hoppakee, een deurtje zetten. We hebben nu gewoon al letterlijk een klein schattig huisje. Ook hebben we iets van een dak nodig eigenlijk. Hoe kan ik hier opkomen? Dan moet ik even dit gebruiken zo. Dan kunnen we hier slabs opleggen. En dan hebben we een klein dak. Oh, nee, die leg ik verkeerd. Ah, dat is trouwens wel leuk zo. Hoppakee. En we hebben een klein huisje. Het ziet er zo dom uit, dit huisje. Maar hey, we hebben tenminste een huisje. Het wordt ook alweer nacht. Maar gelukkig hebben we de lichtjes van onze mooie toortjes. Maar eigenlijk hebben we iets van glas nodig. Dus ik hoop dat ik hier ook zand uit kan gaan krijgen uiteindelijk. Maar voor nu krijgen we tenminste nog allemaal dingetjes die we nodig hebben. Zoals dirt en zoals hout. Oh, ik krijg de hele tijd iron. Laten we gewoon anders kijken of ik een stenen pickaxe kan maken. Want dan pas kan ik mijn iron ook gaan gebruiken. En ik heb nog sticks, dus dat is top. En ik heb nog cobblestone, dus dat is ook helemaal super. Hoppakee, die zet ik daar. En oh, nu kunnen we het hakken, mensen. We maken gewoon upgrades hier, oh. Nu kunnen we eindelijk iron gaan hakken. Let's go! En oh, daar kregen we helaas geen sapling meer uit. Jammer, maar we hebben wel ons allereerste stukje iron. Nu moeten we nog genoeg steen verzamelen. Zodat we natuurlijk ons eerste oven kunnen maken waarin we het kunnen gaan smelten. Oh, een kist! Ik vind deze kisten zo leuk, want hier zitten altijd leuke dingetjes in. Laten we gewoon gaan openmaken. In 3, 2, 1, go! Oh, wat zit erin? Oh, super veel hekken. Oh, dit is helemaal super. En we hebben ook nog allemaal bloemetjes erbij. Oh, ik kan die niet eens plaatsen. Ik heb een kistje nodig. En gelukkig heb ik al 2 kisten. Dus laten we gewoon letterlijk... Oh, ik kan hier geen kist binnenzetten. Oké, waar zal ik mijn kist zetten? Ik zet mijn kist hier. Hoezo kan ik geen kist plaatsen? Ga je me nou echt vertellen dat ik gewoon een kist moet maken nu helemaal? Terwijl ik gewoon 3 kisten heb. Kan ik deze wel... Nee, dat kan ook niet. Oké, dat is apart. Misschien dat hij een afstandje ervan af moet staan. Nee, dat kan ook niet. Oké, dat is jammer. De kisten werken dus blijkbaar niet. Dus ik moet deze kist gewoon weghakken. Zonder dat ik de spulletjes eruit kan pakken. Maar hey, wat hebben we hier? Hebben we hier nog... Oh, we hebben een sapling gekregen. Oh, dit is super. Dit is super. Dit is wat we nodig hebben, mensen. Hier kunnen we nu namelijk onze allereerste boom planten. Even een applausje voor onze allereerste boom, mensen. Let's go! We krijgen ook zoveel materials. Dus laten we gewoon ons eiland straks een beetje... Oh! Ik schrik me dood de hele tijd van dat geluid. Maar we hebben een koe gekregen. En we hebben nu dus ook hekjes. Dus mij lijkt het echt een leuk idee om deze... Koe, wat ga je doen? Oh, wil je mijn huis in? Oké, die koe wil mijn huis in blijkbaar. Maar ik heb nu dus hekjes. En daarmee zou ik deze koe kunnen opsluiten. Laten we gewoon met hout het platform even wat verder bouwen. En laten we maar een klein plekje maken voor meneer de koe, denk ik dan maar. Hoppakee, dan gaan we hier gewoon wat hekjes eromheen zetten. Meneer de koe, het spijt me dat je gebiedje nu nog niet zo groot is. Maar dat komt allemaal wel goed. Hier, aan het lijntje. Mee naar binnen. Nu, heel gauw. Oké, we moeten denk ik wat aardiger doen tegen onze koe. Maar meneer de koe, wil je alsjeblieft meewerken? Wil je alsjeblieft naar binnen gaan, meneer de koe? Kom op, meneer de koe. Dankjewel, meneer de koe. Oké, blijf naar binnen, blijf naar binnen. Hoppakee. We hebben ons eerste dier ook nog opgesloten. Dit is zo leuk. Laten we meneer de koe dan ook wel natuurlijk gewoon een lichtje erbij geven. Even kijken hoor. Die zetten we hier dan achter mooi neer. Meneer de koe, ga eens aan de kant. Alsjeblieft. Ik weet alleen niet of deze boom nu nog genoeg ruimte heeft om te groeien. Dus we hebben denk ik weer wat dirt nodig. En dat hebben we toevallig hier. We hebben ook wat gravel. En weer een kist! Met leer en weer een nieuwe lead erbij. Dit is helemaal top. En nog een zonnebloemetje. We hebben nog een tulpie. Dit is gewoon superleuk. Maar echt waar, er komt een soort van geluid van dit blokje af. Al komt er een dier hier. En ik schrik de hele tijd zo erg ervan. Al komt er hier een dier, dat is niet normaal. En er begint ook allemaal gras te groeien eindelijk op mijn eilandje. Dit is zo leuk. Dan wordt het eigenlijk niet meer zo'n grauwig dirt eiland. Ik hoor een spin. Ik hoor een spin. Hallo? Hallo? Is hier een spin? Waar is een spin? Ik hoorde hier een spin. Oké, laten we gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Hoezo hoor ik de hele tijd een spin als ik hier een blokje hak? Is dit letterlijk als ik een blokje hak? Ah, ik hoor weer een spin. Oké, laten we kijken. Blokje hakken. Oh! 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 Oh!
wat doet deze spin hier? Wat doet deze spin hier? Oké, pak mijn zwaard erbij, meneer de spin. Meneer de spin, wat doe jij hier? Is hij naar beneden gevallen? Oh, hij zit op mijn dak! Ga weg, meneer de spin. Au, 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 au. Oh my god, ik schrik me dood. Ineens zit er hier een spin. Ja, meneer de koe, dat was een hele grote spin. Je hebt gelijk. Oh, ik blijf maar schrikken van die dier. Huh? Waar is mijn koe? Huh? Er staat hier nu koe 2. Oké. Blijkbaar kun je je koe dus upgraden als je er nog een koe uit krijgt. Dus dat stopt. Maar ik schrik de hele tijd zo erg van die dieren. Laten we kijken wat we er nog meer uit kunnen krijgen. We hebben hier nog wat kool. En met dat kool kunnen we natuurlijk weer meer toortjes maken uiteindelijk. Heb ik eigenlijk al genoeg materials, genoeg dirt om mijn eilandje uit te breiden? En oh ja, zeker. Laten we dan mijn eilandje hier een beetje uitbreiden. Ik wil hier namelijk even een paar boompjes hebben het liefst. Dus deze gaan we even verplaatsen naar daar. Dan heeft de koe er ook niet zoveel last van. Dan krijgt de koe er een bloemetje bij. Vindt hij vast leuk. We hebben ook nog een rode tulp voor je, meneer de koe. Die krijg je er ook gewoon bij. Kijk hoe aardig ik ben voor deze koe. Op zich is dit wel echt top, want we krijgen er de hele tijd best veel dirt bij tot nu toe al. En daarmee kunnen we echt lekker ons eilandje gaan uitbreiden. Oké, schepje erbij. Oké, krijgen we nog wat cobblestone bij. Ik heb weer 8 stukjes dirt hier zo. Dus laten we gewoon dat zo uitbreiden inderdaad. Ook wil ik eigenlijk het plekje voor de koe een beetje uitbreiden. Ik vind het namelijk een beetje zielig voor hem dat hij hier echt zo in zo'n hoekje staat. Dus laten we het gewoon zo een klein beetje voor meneer de koe alvast uitbreiden. Oké. Dan ga ik dit hekje hier tussen ook even weghalen. Meneer de koe, kijk uit voor mijn bel. Die is namelijk een beetje scherp. Zo, alsjeblieft meneer de koe. Je hebt er een blikje bij gekregen. En dan krijg je er ook nog, hoppakee, een bloemetje bij. Kijk, gelijk naar die bloem van, oh wat leuk. Kunnen we het hier ook nog een klein beetje uitbreiden? Oh, ik plaats mijn dirt verkeerd. Even kijken hoor, hoppakee. Mark en de mensen, dit was het deze video. Dit is tot nu toe ons one blok geworden. We hebben ons blokje wel zeker uitgebreid. We hebben zelfs een klein huisje. We hebben een koe. Ik vind het allemaal helemaal mooi. Alleen vind ik het nog steeds wel zielig voor dat varkentje op het begin. Willen jullie dit nou vaker zien? Klik dan zeker op dat blauw duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal hier beneden. Klik op een van de 2 video's die jullie naast mij kunnen zien staan. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Laters!